Ik ga aankondigen. Peter Jules van Overloop. Dat is mooi. Hè? Dan ben je met water aan het werken. En dan heet je ook nog Overloop van je achternaam. Hij is CEO van Mobile Canal Control. Maar hij is ook associate professor aan de TU in Delft. En ja, als je zijn introductie las, dan stond daar zoiets in van... Goh, gaan wij in de toekomst burgers misschien betalen voor metingen? Dat is interessant natuurlijk. Mobiel watermeten. Dat is de titel van zijn talk. Geef hem een groot applaus. Dankjewel. Goed, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Stel je voor dat je bij een waterschap werkt en jouw taak is om metingen te doen. Dan gebeurt dat nog heel vaak op de volgende manier. Men neemt een notebook, rijdt naar een bepaalde plek toe waar een peilschaal is. Ik heb een emmer mee. Iedereen die in slaap valt, die... kan ik verrassen. Aangekomen bij de peilschaal wordt er gekeken en wordt er gezegd... oh ja, dat is ongeveer 0, of 0 punt. Dat doen we ook altijd weer. 0,46 meter NAP. Ja, in orde. En vervolgens gaat het notebook weer dicht en wordt er naar een volgende locatie gegaan. Er wordt gereden, worden flinke afstanden afgelegd. En let op, dit is niet alleen bij waterschappen in Nederland, maar dit is over de hele wereld, is dit nog steeds de gangbare manier. Dan aan het einde van de dag, dan wordt de notebook weer genomen en dan wordt de digitale notebook genomen. De laptop wordt geopend, de computer wordt geopend en dan wordt er naar een Excel-bestandje gegaan. Nou, dan wordt dan de waarde die we hier hebben gezien, die hij misschien in de ochtend heeft opgenomen, wordt vervolgens handmatig ingetypt in de computer. Hopelijk is dat dan ook nog steeds die 0, of 0,46 en is dat niet per ongeluk een komma verschoven of iets dergelijks. Nou, dan is die Excel-sheet gevuld en dan wordt de Excel-sheet gemaild naar de baas, naar de supervisor. Die vaak dan nog weer die Excel-sheet moet openen om dan de waarde in de voor ons zo belangrijke database te krijgen. Nou, er zijn dus een aantal stappen waarop dat mensen een bepaalde inspanning doen en tijdens die inspanning een fout kunnen maken. Wat wij denken dat er gaat gebeuren, is dat die hele procedure van dat opnemen, dat schrijven, dat intypen, dat eventueel maken van fouten, vervangen kan worden door het volgende. En ik moet dan toch echt de stip verlaten. De meeste van de waterschapsmensen hebben wel deze al. Een redelijk moderne smartphone. Nou, dit is wat jullie hier zien. Ik heb 18%, dus ik mag nog gaan opschieten ook. Zoals gezegd. Ja, een app op een telefoon. Maar niet zozeer een app, want die app is niet zo belangrijk. Het gaat om het systeem waarop het is aangesloten. Dus die hele trein van die stapjes. Dit gaat in één keer van die app die ik nu start. En er wordt aan mij gevraagd van ga naar locatie. Op het moment dat ik daar kom, weet hij via zijn GPS-coördinaten waar ik ben. Dus een heleboel informatie, namelijk wat is die 0,70 eigenlijk? Is dat ten opzichte van NAP of is dat Delftspel? Of wat voor exotische pijlen we ook nog hebben in Nederland. En er wordt gezegd, neem gewoon een foto van dat ding. Nou, dan doen we dat. Ik open de camera. Je kan gewoon de gebruikelijke zoom dingen doen zoals je ook een foto maakt van je eigen gezinnetje. En ik heb een... Dan wordt de foto geüpload. En we wachten natuurlijk met smart op 4G dat dit nog weer sneller gaat. Maar binnen een seconde of 10 heb je dus terug... sowieso waar je bent en vervolgens welke waarde dat is. Nou, ik weet niet meneer of u kunt zien. Nou, dat kan men wel zien. Dat was net ook al te zien op die foto. Dit is gewoon de waarde die daar te zien is. Dus in dit geval zou ik confirm kunnen doen. Als ik nog niet tevreden ben, dan kan ik nog zeggen, nou ja, dan decline ik hem. En dan kan ik hem hier alsnog bijgissen. Maar als ik dat niet doe, dan is het één druk op de knop. En het aardige is, die foto is nu al binnengekomen bij die supervisor. Dus niet alleen
hebben we de foto's, of niet alleen hebben we de meting nu direct beschikbaar in die centrale database, maar we hebben dus ook al die foto's die ons ook nog een heleboel informatie gaan opleveren. Nou, dit is mobiel watermeten. Dit is wat wij als vanuit de TU Delft hebben bedacht, wat in een spin-off is gegaan. Die heet Mobile Canal Control. Omdat we namelijk ook nog denken dat we, doordat we die tweeweg hebben, dat we ook kunnen gaan terugmelden wat er misschien moet gebeuren met dat peil. Misschien sta je wel bij een stuwtje en wordt er jou gevraagd om dat stuurtje dus open te doen. Goed, de prijs voor het handmatig opnemen hebben we berekend. He, dus de eerste stap. Dan komen we op €5 per handmatige meting. Dat is ongelooflijk. En dat is niet de tijd die de persoon aflegt. Dat is niet de benzine. Dat is de procedure waarin een handmatige meting tot een kwalitatief hoogwaardige waarde in de database terechtkomt. Want er worden fouten gemaakt, dat moet worden gecontroleerd. €5. Als we die benzinekosten nog bijnemen, als we die reiskosten erbij nemen, zitten we op €10 per handmatige meting. Zou het niet mooi zijn als we onze burgers zouden kunnen vragen om die app te downloaden? En woont daar iemand naast die peilschaal? Dan kunnen we ten opzichte van die €10, kunnen we hem nogal gaan vergoeden. Laten we hem eens €1 geven voor iedere foto die hij maakt van een peilschaal. Dan hebben we €9 winst als waterschappers, als Rijkswaterstaat, als misschien internationale waterorganisatie. Want dit werkt natuurlijk ook in Afrika. Want daar hebben ze ook GSM, want meer heb je niet nodig. Dus we kunnen over de hele wereld kunnen we metingen doen. We kunnen nu al waterstanden meten, we kunnen grondwaterstanden heel eenvoudig, op het moment dat je daar een meetlint hebt, een foto van maken, hebben we die waarde ook. We hebben ook alles meteen secure. Hè. Er kan niet meer gerommeld worden met waarde, om een of andere reden. Als we waterstanden hebben, we kunnen stuwstanden kunnen we gaan meten. Daar zijn we mee bezig. Kunnen we daar de bieten uithalen. Dus in één keer krijgen we transparantie over ons hele systeem. En de mensen die dus in die remote areas gaan wonen, die moeten ons daarmee gaan helpen. Dankjewel. Ja, wow. Fantastisch. Ja, ik wacht even op mijn geluidje. Tot mijn geluidje. Ja, daar ben ik. Wauw. Wat een gave eerste goed talk. Begin. Dankjewel. Ja, een heel dankjewel. Goed begin. Geef hem nog even een keer een applaus. Gewoon nog even een keer een applaus. Ja. Ja, het eerste wat bij mij dan binnenschiet, ik heb je helemaal begrepen, is waarom zijn fantastische ideeën altijd op het oog zo simpel, hè? Want dan denk ik van, goh. Dat waarom is dat nog niet eerder zo? Nou, ik denk dat deze dag ook. Ik denk dat het 2 jaar geleden was het veel minder druk. Dus dit is echt hot and happening. We hebben nu de hele infrastructuur hebben we gereed. En dan komen die ideeën. Ja. En nu kun je dus dingen gaan verbinden. En dat is wat we doen. Ja, ja. Hartstikke leuk. Nou ja, we hebben gewoon nog even, want de volgende spreker die staat al wel in de coulissen klaar. Maar ja, 11:15 gaan de kijkers thuis natuurlijk pas inschakelen. Misschien is het wel leuk dat ik even een rondje maak. Misschien dat iemand wel een vraag heeft. Dat hij zegt van, goh, nou kijk, een van je eigen studenten. Nee, de student zat daar. Rijkswaterstaat, maar wel net begonnen. Wat wil je weten? Nou, ik had een vraag, want het is een heel mooi idee. Maar waarom bestaan er geen slimme NAP-paaltjes? Ja, de akkoord. En wat ook wel eens geopperd wordt, waarom zet je niet een webcam op? Er is één essentieel ding. En iedereen die met monitoring en werkt, die weet dit. Een systeem wordt gemaakt voor aardig wat geld. Werkt fantastisch. Het onderhoud wordt vergeten. Na een half jaar. We hebben hier iemand van Rijkswaterstaat zitten die dat kan beamen. Dat zelfs in IJmuiden, hè, dat is het grootste gemaal van heel Europa. De issue met het onderhoud hebben we niet voor elkaar. Water is een heel agressieve omgeving. Als je daar een sensor in stopt, dan komen daar mosselen op, dan komen daar algen op, dan komen daar de ergste diersoort mensen zich mee bemoeien. Vandalisme. Het is zo ontzettend kostbaar om permanente metingen in het veld te hebben. Doe het op de plekken waar het heel belangrijk is. Investeer dat geld, zorg dat je het onderhoud regelt. Maar ik verwacht dat wij uiteindelijk op ongeveer 10% van alle plekken waar we zouden moeten meten, automatische metingen zullen hebben. Een automatisch meetpaaltje. En voor 90% dat we dat op deze, ja toch halverwege dat handmatige en dat ook geautomatiseerde kunnen gaan oplossen. Oké. Dankjewel. Duidelijk antwoord. Heel goed. Ja.
Wat is jouw vraag? Ik ben Casper Niepjes, waterschap Brabantse Delta. Ik ben benieuwd naar een pilot. Is er een pilot gedaan en wat is daaruit gekomen? Ja, we zijn zover dat we bij een aantal waterschappen nu aan het piloten zijn. En wat er is uitgekomen is dat een van de waterschappen, namelijk Hoogrembenschap van Schieland en de Krimpende Waard, het nu heeft gekocht. Dus het is een product wat nu op dit moment beschikbaar is. En wat zij dus willen is dat handmatigen, wat ze dus moeten doen. Een net aangeschafte database gaan vullen met onze... Op dit moment zijn mensen dus in het veld bezig met dit systeem. Ik zou niet willen zeggen met deze app, want dat is het niet. Maar met dit systeem. Heb ik gelijk een wedervraag aan jou. Hoe zie jij de mensen in jouw gebied meehelpen aan zoiets? Ja, ik denk dat dat een grote kans en uitdaging is. En dan moeten mensen ook een stukje loslaten. Hè? Want we zijn het gewend om het op een bepaalde manier te doen. Je eigen collega's, je eigen medewerkers moeten loslaten. Mijn eigen collega's. Maar ik denk dat een succesvolle pilot kan helpen om mensen te laten zien van kijk eens, dit helpt ons. Ja, de pilot met de mensen zelf hebben we dus nog niet gedaan. Dat klopt. En daar zijn we klaar voor. Dus iedereen die zich aanmeldt, kom even langs. Ja, kan deze zaal jou nog helpen? Ben jij nog ergens naar op zoek naar een pilot? Naar verhalen, naar... Ja, ik zou bijna willen zeggen van ga even zoeken en dan vind je vrij snel onze app. En ga eens kijken of je daar bij jezelf in de buurt ook eens wat testfoto's kunt maken en hoe dat dan overkomt. Volgens is dat hele goede feedback, omdat wij moeten wel werken met allerlei belichtingen, met allerlei omstandigheden. En daar moeten we ons systeem ook steeds beter voor krijgen. Ja, help even. Waar vinden we die app? Gewoon in de App Store? In de App Store. En hoe heet die? Die heet Mobile Canal Control. Mobile Canal Control. Kijk, zie je, dat is mooi. En dan zie je gelijk dat hij wordt gelijk overal opgeschreven. Heel goed, Mobile Canal Control. Nog één vraag. En dan gaan we door naar de volgende. Ik geef hem aan jou. Wie ben je en wat is je vraag? Ik ben Gil-Jan van der Meulen van Rijkswaterstaat, mobiel meten uit Arnhem. Als eerst even een opmerking. Ik vind het wel grappig, want vroeger werd ook handmatig waterstanden opgenomen. Ook door bewoners. Ja. Ik ben een beetje te herinneren van een kwartje per dag of zo. Inderdaad. Toen kwam de beweging naar digitale niveaumeters. En nu zie ik weer dan die beweging terug. Maar het zit iets verschil in... In het groot, wat je al zegt, Rijkswaterstaat, of soms in het klein, in het veld, bij waterschappen. Maar ben je niet bang ingehaald te worden weer door andere toch remote sensing dingen of bedrijven die toch met een geavanceerd stukje techniek komen, die dat handwerk weer overbodig maken? Ja, maar dat is toch verder zoals het gaat. Dat is geen enkel probleem. Wij kijken nu naar Nederland als eerste stap, maar over 2 weken gaan we naar Californië toe. We hebben een project voor Nepal geschreven, een project voor Mozambique. Dus als je aan dat soort landen denkt en je denkt aan sensoren, en dat gaat de komende 25 jaar nog niet gebeuren. Dus wat dat betreft is dat gewoon ook iets waar we niet bang voor zijn. Ja, tuurlijk. Het komt centraal, dus een automatisch systeem met handmatige metingen. Dat komt bij elkaar als één systeem. En die meting ga je in zijn geheel gebruiken. Dus het is echt complementair. Dankjewel. Dankjewel. Ja, heel fijn. Dank voor je komst hier. Geef nog een slotapplausje. Ja, heel goed. Dankjewel.